het eerste zicht denkt van... Ja, dat is een gewoon landschap met een boerenpaard, met een trekpaard, maar je moet je er echt beginnen in leven. Enerzijds zie je dus heel realistisch het paard afgebeeld, maar op dezelfde foto staat er ook altijd een witte schim. Dus die afhankelijk van de positie van die witte schim, de prenten of de foto's totaal samenvallen ofwel volledig gescheiden zijn. Typisch voor Jeff Gijs dat hij enerzijds het paard afbeeldt als een dier, maar dan anderzijds die witte schim als een artistiek concept. De witte schim kan je in principe zelf nog invullen, maar op een gegeven moment vallen de beelden samen en dan laat het eigenlijk aan de interpretatieruimte voor de toeschouwer niets meer over. Het feit dat het in een plastic etui zit, dat verscherpt eigenlijk wat het kitschgehalte. Twee punten die altijd opvallen bij het werk van Jeff Gijs, althans voor mij dan toch, dat is enerzijds het mysterieuze, het dubbelzinnige en anderzijds dan ook het ironische. En dat zien we eigenlijk ook in dit werk. Ik ben Miranda van Eetvelde, Vlaams parlementslid voor de N-VA-fractie. En ik heb gekozen voor een werk van Jeff Gijs, Marie Davenport. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.